vandaag is het moment dat de schoolleiders en leraren hun voorstellen gaan overhandigen aan minister Slob. En wij zijn daar natuurlijk bij. Nou, spannende dag vandaag. Ja, zeker, maar ook heel erg leuk, want we gaan vandaag ons eindproduct overhandigen aan minister Slob. Ik ben vooral heel erg trots op de samenwerking binnen het leergebied, maar ook de samenwerking met de andere leergebieden. Ik heb het rapport net overhandigd aan de minister. En we hebben twee dingen kunnen bespreken kort. Het eerste was welke rol heeft het IA School gespeeld. Dan kon ik vertellen dat heel veel bestaande processen verdiept zijn door het traject van curriculum nu. En het andere aspect gaat eigenlijk over of je het vakgebied los gaat aanbieden of dat je het aanbiedt binnen de context van bestaande vakken. Hoe is het voor jou dit? Ja, dit is enorm gaaf. Toevallig heb ik een jaar geleden ooit feedback geschreven naar curriculum.nu. En toen was het voor mij allemaal nog best wel vaag. En sinds 4 maanden voorzitter van LAX en hierbij betrokken mogen zijn. En om alle passie, om alle mensen te zien, om het echt een gezicht te laten krijgen, deze hele curriculumherziening. Ja, dat is een hele mooie tijd voor mij geweest. En ik hoop heel erg dat het vervolgproces daar ook op ingericht wordt. Bent u tevreden met de voorstellen? Ja, ik heb aan de basis gestaan van dit proces en als ik nu 1,5 jaar later zie wat zoveel leraren en schoolleiders er in zo'n korte tijd van gemaakt hebben, ja, dan ben ik eigenlijk vol vertrouwen dat dit ook inhoudelijk goed is. Inhoudelijk kan ik het niet beoordelen, daar zijn nou echt die leraren en die schoolleiders voor. Ik ben heel blij dat dit er ligt. De voorstellen liggen nu bij de minister. Blijf op de hoogte via www.curriculum.nu.